deze nieuwe video. Ik heb vandaag, waar is het? Hier. Een sushi mukbang. Dus het leek mij al helemaal tijd om dit weer te doen. Ik heb echt één keer ooit volgens mij een mukbang gedaan. En dat was met Dunner, omdat de sushi toen gesloten was. Nou was dat dus weer het geval hier in Nijverdal. Ik woon in Nijverdal. En toen dacht ik, nee, dat kan niet waar zijn. Waarom altijd als ik een mukbang wil doen is gesloten? Dus ik met de auto naar Rijssen rijden, maar ik heb het. Hier is de tas. Ik heb een hele constructie hier gebouwd met een plankding. En ja, dat is nu mijn tafel. Ik heb hier water. Dat komt natuurlijk omdat anders zou ik het wel beneden filmen. Maar mijn moeder is thuis aan het werk, dus dat is niet heel tactisch. En ik ben een schaaltje vergeten, dus ik kom zo terug. Oeh. Dan ben ik weer echt gerend voor het leven. Dus ik hoop dat de setting een beetje te doen is. Maar we moeten maar een beetje wat improviseren. Ik heb hier een schaaltje en nog een schaaltje. Dus we gaan alles neerleggen. Even kijken. Ik heb sojabonen. Heel erg lekker. Ik heb mijn favoriet. Gefrituurde garnalen. Ook absoluut helemaal lekker. Oh, dat is handig. Want dan kan ik hier in de afval gooien van de sojabonen. Ideaal. En dan heb ik allemaal verschillende sushi's en dat hebben ze in één box gedaan. Dus het lijkt nu een box, maar er zit van alles in. Een California roll, garnalen, hand roll, dat vind ik ook zo lekker. Stokjes, niet te vergeten. Water. Ik ga even thumbnail maken. Zo, thumbnail gemaakt. Oeh, ik kan niet wachten om te beginnen. Even wat drinken. Oké, soja saus. Zijn er mensen die ook echt de gember en wasabi gebruiken? Ik vind dat zo vies. Ik gebruik dat niet. Lekker veel. Oh, ik hou van sojasaus. Dat doe ik echt het liefst overal nog bij. Laten we beginnen met eten. Goed. Waar gaan we beginnen? Ik begin met een... Waar begin ik mee? Oké, met een California roll. Het leek me misschien wel heel erg leuk om eigenlijk nog een beetje... Oh, hij valt nou al helemaal uit elkaar. Een beetje te hebben over mijn leven. Lekker diep gaat weer. Oh nee, het gaat weer helemaal fout. Waarom valt hij helemaal uit elkaar? Oh, dit is niet goed. Hij is echt lekker vers. Daarom valt hij denk ik uit elkaar. Maar mijn leven dus. Ik kreeg namelijk best wel vaak de vraag hoe het nu echt met mij gaat. En ik dacht, laten we er gelijk op ingaan. Dus dat ga ik ook doen. Eigenlijk gaat het best wel goed de afgelopen week, vooral bacon. En dat is natuurlijk heel positief. Voor de mensen die nu deze video kijken en me eigenlijk niet volgen en denken, wat is er dan? Ik zal het even uitleggen. Ik ben namelijk in december gestopt met school. Ondertussen ga ik wel even lekker eten. En dat komt omdat ik last kreeg van paniekaanvallen. En dat heb ik nog nooit toen gehad. Dus ik dacht echt, wat overkomt mij nou weer? Nou, als je dat dan voor het eerst hebt, dan denk je ook van, wat was dit nou weer? Dacht je dan? Nou ja, en toen heb ik dat regelmatig gekregen, achter elkaar. En op een gegeven moment toen, ga je naar de dokter en zo. Want ja, dat voelt allemaal heel vaag. En sowieso, eerder heb ik er nooit last van gehad. Dus vroeger dacht ik bij begrip paniekaanval van, nou ja, iemand gaat een beetje hyperventileren en is even helemaal aan het hyperventileren, zeg maar, that's it. Maar er komt zoveel bij kijken, is echt niet normaal, echt onvoorstelbaar. En daardoor geloofde ik ook niet dat het een paniekaanval was, want het voelde echt zo intens, zo vaag en echt alsof je hart ermee stopte en echt niet oké. Okay. Dus ik ben zo vaak naar de dokter toe geweest, echt wel 12 keer of zo. Op een gegeven moment gewoon bijna 2 keer in de week. Omdat ik het niet vertrouwde. Want hoezo is dat een paniekaanval? Ik bedoel, dat voelt echt niet goed, weet je. Nou, en toen wist de dokter eigenlijk ook niet echt wat het was. Want hartfilmpjes gemaakt, alles gecheckt, alles was goed. Dus ja, wat is het dan, weet je wel. Dus ja, ik heb toen van december tot met februari een beetje geleefd in de mond van, er is iets niet goed met mij. Nou, en dat was echt vet heftig, kan ik je vertellen. Dus toen ben ik ook gestopt met school, want ik kon het niet aan. En het was allemaal raar en... De dokter wist zelf ook niet echt wat het was. Ja, ik had last van dat ik te veel deed. Dus een burn-out en bla bla. En op een gegeven moment, toen kwam ik dus achter dat het ook paniekaanvallen zijn. Dat dus de paniekaanvallen waren. En dat heb ik echt niet kunnen accepteren. Echt wel, ik denk dat ik daar vanaf februari een beetje achter kwam.
eigenlijk een beetje voor corona allemaal. En dat ik denk pas misschien een maand geleden tot twee, anderhalf maand geleden of zo. Nee, dat is niet waar. Oké. Ik denk dat ik in juli, ongeveer echt pas ging accepteren. Oké, dit is een paniekaanval. Dit is geen iets geks. Dus ik heb daar zo lang in gezeten van wat gebeurt er met mij en zo. Dus ja, dat eigenlijk. Maar goed, ik ben dus gestopt met school. En toen op een gegeven moment ben ik weer gaan werken. Ben ik gaan solliciteren bij een architectenbureau. Superleuk. Nou, mailtjes. Als marketing medewerker, heel erg leuk. Met content en zo. Dus dat vond ik echt heel erg leuk. En dat ging ook super goed. En ja, ik kon ook niet een beetje niks doen thuis. Ook al was dat jaartje dat ik ging stoppen met school wel echt bedoeld om gewoon rust te nemen. Aangezien ik dat dus blijkbaar nodig had. Oh, en ik kreeg ook heel vaak de vraag, wat is de oorzaak geweest dan dat je die paniekaanvallen krijgt? Nou, dat weet ik dus zelf ook niet zo heel erg goed. Ze zeggen bij mijn psycholoog toen en bij de dokter de hele tijd dat het een beetje komt door een combinatie van alles. Dus allemaal nieuwe dingen. Ik neem even een hap. Dus echt zo erg mijn favoriet. Ebi tempura. Echt goeie. Zo lekker. Ik neem gewoon nog een. Maar goed, ze denken dus een combinatie van alles, want... Nou, er was heel veel gebeurd in mijn leven. Ik had eerst nog een relatie, een andere relatie van 3,5 jaar. Dat was uitgegaan. Mijn ouders waren gescheiden. Mijn vader ging een nieuw huis bouwen. Allemaal dingen. Echt allemaal nieuwe dingen. En ook wel heftige gebeurtenissen. En ook gewoon van vroege andere dingen. Nou, dat zal waarschijnlijk allemaal op één stapeling zijn geweest. En dat is een beetje uitgebarst. Dus eigenlijk dat. En mijn vader is bijvoorbeeld ook, die heeft een tumor hier gehad. En hij heeft hij is een hartpatiënt. Dus hij heeft wel een paar keer een hartinfarct gehad. Dus ik denk dat het allemaal zo'n impact op mij heeft gehad. Dat het gewoon allemaal te veel werd. En dat wanneer ik toen die paniekaanvallen kreeg. En dus echt dacht van wat er gebeurde met mij. Dat ik dus niet dat vertrouwde. Omdat ik wist dat het hart bijvoorbeeld. Wow, ik kom echt niet goed uit mijn woorden. Het is echt best wel lastig. Het is ook de eerste keer dat ik er eigenlijk zo erg over praat. Maar... ja, ik wil ook niet de hele tijd een masker opzetten. En ik vind het eigenlijk ook heel goed om erover te praten. Omdat ik dus dagelijks echt DM's krijg van meiden. Eigenlijk voornamelijk meiden. Omdat die mij gewoon kijken. Vaak. Van mensen die daar dus ook last van hebben. En of ik tips en zo heb. Dus ja, ik ben er nu al bijna een jaar in. Dus ik kan al veel beter over praten en zo. Maar goed. Even een hapje. Maar omdat dus hartpatiënten zo dat allemaal heel erg... in de familie zit, vertrouwde ik het gewoon niet. Dus, mijn punt is zo. Heel veel. Dat ik het dus eigenlijk in het begin niet vertrouwde. Dat ik het niet kon accepteren. En daardoor eigenlijk ook niet verder kon in het proces. Dat ik dat nu, ja, sinds niet eens zo heel lang wel kan accepteren. En dat ik daar ook echt die hard voor inzet. En gewoon probeer alles te doen. En te luisteren naar mijn lichaam wat die zegt. Dat is zo belangrijk. Dus eigenlijk dat. En ja, eigenlijk gaat het dus nu best wel goed. Ik zit de hele tijd kijken van wat ga ik nemen. Ik leg even mijn stokjes neer. Wat is jullie favoriete sushi trouwens? Mijn echt die met gefrituurde granaal. Ik vind die zo lekker. Niet normaal. Wel jammer, want de bonen zijn een beetje afgekoeld. Eigenlijk zijn ze gewoon koud. Dat vind ik echt jammer altijd. Oké, ik ga nu voor deze... gefrituurde garnaal. Maar laat vooral dus weten wat jouw favoriete sushi is. Maar goed, het gaat dus best goed. En ik heb wel ontslag weer genomen bij mijn nieuwe werk. Wat ik dus destijds heb opgesolliciteerd. Of in ieder geval ben gevraagd om daar te komen werken. Superleuk. En ik vond het ook heel erg leuk. Vind het nog steeds heel leuk. Maar ik merkte dat ik mijn liefde voor YouTube zeg maar heel erg heb. En dat ik dat niet... nou ja, wil laten liggen, zeg maar. En dat mijn hart daar nu wel een beetje naar uitging. En in februari begin ik ook weer met school. En dat is ook allemaal weer anders. En het gaat allemaal online. Dus ja, ik dacht ik moet niet te veel ballen weer omhoog houden. Dus vandaar die keuze. Maar goed, zoals ik zei. Kijk, die California Roll. Wow, die California Roll. Die valt gewoon echt helemaal uit elkaar. Gewoon alleen al met de stokjes als ik hem pak. Ik doe het even zo. Maar goed, zoals ik zei, februari begin ik weer met school.
En daar heb ik echt heel erg veel zin in. Nou, ik doe dus de studie HBO Creative Business. En ik ben ongeveer in het tweede jaar iets verder eruit gestapt. Zoals ik net heb uitgelegd. Waarom en zo. Maar goed, ik heb dus het tweede jaar. En je hebt zeg maar 4 kwartielen of 4 blokken in 1 jaar. Nou, en ik was dus het tweede jaar, daar zat ik in. En het eerste blok, zeg maar, had ik afgerond. Dus ik ga weer verder in het tweede blok. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. En vooral nu het allemaal online is natuurlijk. Ik heb echt geen idee hoe dat gaat zijn. Want dat heb ik gewoon nog niet meegemaakt, online school. Dus ja, ik ben wel benieuwd. En ik heb dan ook een nieuwe klas en zo. En dat is dan ook allemaal online. En die zitten al bij elkaar in de klas, zeg maar. Die hebben al een half jaar dan... Dat is niet waar, een half jaar? Zoiets. Achter de rug. En dan kom ik opeens daar. Hoi, ik kom ook, weet je wel. En dat is dan online. Dus ja, ik weet niet. Het is allemaal een beetje onwennig. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Maar de studie zelf. Echt top, vind ik. Past gewoon zo goed bij mij. En ik haalde ook gewoon hele goede cijfers. Dus dat is ook top. Dus ja, ik kan echt niet wachten om te beginnen. Dus ik stroom straks weer in het tweede jaar in. Waar ik ben gebleven. Dus in het tweede blok. En ik ben gewoon benieuwd hoe dat allemaal gaat zijn. Omdat het dus allemaal online is. Goed. Dat was dat. Ik ga beginnen met mijn handroll. Echt super lekker met garnaal. Ik vind het echt zo lekker. Mijn zus zei net nog, waarom neem je een handroll? Dat is toch zonde? Maar ik snap niet wat daar zonde aan is. Ik vind het zo lekker. En vooral die met garnaal. En avocado. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie school op dit moment ervaren met, nou ja, alles wat nu natuurlijk speelt. En of jullie online les hebben en welke studie je dan volgt. Daar ben ik wel echt heel erg benieuwd naar. Ik vind het ook chill om bijvoorbeeld mijn vriendinnen aan te horen wat hun qua verhalen hebben van school en zo met online. Want ja, volgens mij is dat nog wel gedoe met communicatie en zo. Dus ik weet het niet. Ik zie het allemaal wel. Ik denk dus dat ik echt het zelfstandig werken thuis echt helemaal niet erg vind. En juist de motivatie kan hebben om, nou ja, bezig te gaan voor school. Want ik ben echt heel erg zelfstandig. En ja, het liefst deed ik op de middelbare school ook al alles gewoon thuis qua leren. En ook gewoon tijdens mijn hbo-studie ging ik ook niet naar hoorcolleges omdat ik het dan thuis gewoon deed. Want dat, ja, ik weet niet, dat lukte mij gewoon. Het ging me goed af. Dus in dat opzicht denk ik dat ik het heel chill vind allemaal. Maar dus de communicatie, als je een project hebt of zo, een opdracht. En je moet met anderen overleggen voor je klas. Dat het allemaal via Zoom of whatever moet gaan. Dat lijkt me wel echt irritant hoor. Of als je een vraag hebt aan een docent, dan kun je die niet gelijk stellen of zo. Dat je hem moet mailen en dat het dan weer even duurt voor ze reageren. Dus ja, ik ben best wel benieuwd. Goed, dus dat was dat over school. En even een update over mijn leven. En nou, mijn vaders huis is ook bijna af. Dus dat is ook heel leuk. En kan ik daar ook weer lekker filmen voor mijn kamer makeover en zo. En dan zitten we daar gewoon voor de feestdag. Dat is gewoon echt heel erg leuk. Trouwens, ik heb het hier herfstproef gemaakt vanmiddag. Heb je de video nog niet gezien? Check die even hierboven. Ik vind het echt helemaal knus. Helemaal gezellig. Ik ga trouwens echt mega leuk over een week mijn eerste tattoo zetten. Oh mijn god. Ik ga dat ook vloggen. Dus dat komt nog in een aparte weekvlog. Dat komt, jullie zien het vrijdag. Dat komt dinsdag online. Ik ga echt niet wachten. Ik neem weer even een garnaal. Eigenlijk, nou ja, het is een beetje dom of stom te zeggen. Maar ik had nooit verwacht eigenlijk dat ik een tattoo zou nemen. Maar er zit zo'n mooie betekenis achter wat mij echt kracht geeft en zo. Maar dat vertel ik dan allemaal in die vlog. Wat de betekenis en zo is. Maar ik kan echt niet wachten. En ik ben ook wel benieuwd of het pijn doet. Ik weet het niet. Ik heb natuurlijk mijn... Ik heb natuurlijk mijn wenkbrauwen gepowderbrowed en ze zeggen dat het ongeveer hetzelfde voelt. Nou weet ik niet of dat natuurlijk waar is, maar ja, ik kan het straks wel vergelijken. Zo, ik krijg een slaapvoet. Oh, hij is helemaal wit. Even bloed laten stromen hoor. Ik zit namelijk op mijn knieën op een kussentje. Dat anders niet kan, maar goed, we kunnen weer. Oh, normaal vind ik dit zo lekker met een wijntje en zo erbij. Op zich kan ik zo best even een wijntje drinken. Het is woensdagavond. Boeien. Ik ben morgen toch vrij. Oh, en trouwens, afgelopen week was ook geen weekvlog online gekomen. Dus jullie zouden vast afvragen, why not? Maar goed, zoals ik dus net vertelde, heb ik dus
werk ik straks niet meer bij dat architectenbureau. En werk ik dus gewoon voor mezelf. Als, nou ja, met YouTube is ook werk en Insta. Want dat is natuurlijk heel erg leuk. Zo, ik ben een boer. Pardon, jeetje. Niet te doen. Maar, ik heb dus niet gevlogd. Ik pak deze even met mijn vinger, anders valt het weer helemaal uit elkaar. Kijk trouwens hoe lekker. Dit is toch helemaal top. Oeh, de sojasaus is bijna op. Ik neem altijd zoveel van dat spul, dat is niet normaal. Maar, goh, ik moet even in mijn verhaal blijven. Ik heb dus niet gevlogd en dat komt omdat ik eigenlijk niets doe deze weken. Ja, werken bijna elke dag. Dus dat is gewoon niet boeiend. Dus ik dacht, ik kan beter gewoon deze week dus even niet weekvloggen. Want saai. En dan ga ik gewoon dinsdag, als jullie dit zien, aankomende dinsdag. Nee, als jullie dit zien, afgelopen dinsdag. Zo, toet toet. Afgelopen dinsdag was mijn laatste werkdag daar. Dus ja, nu dus alleen maar stort ik mijn focus op YouTube. Dus helemaal leuk. Dus ik dacht, na mijn laatste werkdag kan ik ook weer weekvloggen. Dus dat is wel leuk. Dan heb ik niet alleen maar dat ik werk, maar ook leuke dingen om te laten zien. Dus vandaar. Nou, was er iemand daar te toeteren? Niet te doen. In de zomer at ik echt wekelijks sushi. Het is echt heel erg. Ik hou van sushi. Dan heb ik dan een tijdje niet meer gehad. Ik vind het echt top. Maar goed, de weekvlogs komen er dus nu wel weer aan. 31 oktober, ik zeg het al zo vaak, maar echt, zet het maar gewoon in je agenda. Of iets, onthoud het. Want ik ga dus iets leuks doen op mijn YouTube kanaal. En ik kan echt niet wachten. En daarvoor ben ik dus nu ook al heel druk bezig met plannen. En nou ja, alles regelen. En als je me een beetje goed kent en vaak kijkt, kun je misschien al een beetje raden wat het zou kunnen zijn. Oh, dat is leuk. Raad maar wat ik ga doen. Vanaf 31 oktober op mijn YouTube kanaal. In de comments. Ik kan niet wachten wat jullie gaan denken. Oh, ik vind het heel leuk om te zien wat jullie gaan denken. En ik zeg natuurlijk nog niks. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd wat jullie denken. Goh, wat een gezeik. Mijn camera viel uit na zoveel minuten. Als je dan filmt, stopt die vanzelf. En ik, Floor Delver, die nooit haar bril op heeft, ziet dat allemaal niet. Maar goed, ik weet niet meer wat ik zei. ik heb nog wel een goeie. Hebben jullie het al over met je familie of gewoon thuis of zo, wat jullie met kerst en zo gaan doen? Gewoon met de feestdagen. Ik ben wel benieuwd, want ja, het jaar is natuurlijk gewoon anders dan anders. En ja, we moeten allemaal wat voorzichtiger en zo doen. Dus ja, ik ben wel benieuwd wat jullie dan gaan doen met qua plannen. Ga je alleen met je gezin? Of dan toch op afstand of zo met je opa en oma? I don't know. Ik ben benieuwd. Sowieso wel. Nou, niet per se lastig. Eigenlijk wel extra leuk. Ik heb zeg maar een soort van drie families. Ik heb nou, mijn moeder, mijn vader waar ik apart heen moet. En mijn vriend, zeg maar. Niet moet. Dat is gewoon, dat doe je gewoon, zeg maar. Dus extra gezelligheid natuurlijk. Maar ook wel weer lastig, want hoe play je dat dan in? Ik doe dan heel vaak dan eerste kerstdag bij mijn vader. Want dan is mijn opa ook overleden op eerste kerstdag. Dus ja, dan is het toch gewoon dat je daar bent of zo. En dan kerstavond bij mijn moeder waarschijnlijk. En dan tweede kerstdag bij mijn vriend. Dus ja, zo plan je nog eens wat van alles in. Dus ik ben benieuwd hoe jullie dat doen. Oké, ik eet even de laatste garnaal op. En dan zit ik eigenlijk wel vol. Goed gegeten. Oké, ik eet ook even het laatste stukje sushi op. En die sojabonen bewaar ik lekker voor vanavond. Oh, heerlijk. Ik ga vanavond even lekker in bad. Echt, de laatste ben ik echt obsessief met in bad gaan. Zo, dit is trouwens ook wel mais. Hij is nu met het laatste stukje op. Dus voor die hele doos, die box, heb ik dat hele sojasaus dingetje gebruikt. Maar de laatste ben ik echt obsessief met in bad gaan. Ik vind het echt top. Dan lekker je haar zo vast. Maskertje op. Diffuser aan. Lekkere sojaboontjes bij. Nou, mijn avond kan niet meer stuk. Dus dat is ook iets wat ik absoluut vanavond ga doen. Nou, ik doe even. Yo, ik heb weer natuurlijk van alles op dat doosje, dat dekseltje gelegd. Maar goed. Die doe ik dicht. Deze doe ik dicht. En dan vind ik het wel weer mooi geweest. Zo, nou, ik zit wel vol. Ik vond het echt mega leuk om te doen. En ik denk dat dit ook echt, ja, ik weet niet, leuk is voor afwisseling op mijn kanaal. Want zoals ik al op Insta had aangegeven, mijn Insta is trouwens @floordelver. Daar geef ik het een en ander wel eens aan. Wilde ik dus wat meer persoonlijke dingen doen. Dus laat me weten of jullie dat leuk vinden. Zodat jullie ook wel een beetje gewoon, ja, mij leren kennen, zeg maar.
En dit vind ik dus echt een leuke manier om dat te doen. Gewoon lekker eten, want ik hou van eten. Dus gewoon de combinatie van eten en praten gewoon met jullie vind ik heel erg leuk. Maar daarbij vind ik het ook leuk om jullie te leren kennen. Dus alles wat ik heb gevraagd in de video, let me know in de comments. Want ik vind dat oprecht heel erg leuk. En zo kunnen we lekker een band creëren. Mij lijkt het helemaal enig. Dus dat was de mukbang. Laat me zeker weten of jullie vaker een mukbang willen zien. En wat dan? Of sushi gewoon nog een keer met een wijntje erbij. Oh, heerlijk. Zullen we dat een keer doen? Gewoon een sushi mukbang met wijn. Oh, lijkt me top. Dus laat het me allemaal even weten. Ik ben heel erg benieuwd. En doe zeker dat duimpje omhoog als jij de video leuk vindt en vaker mukbangs wil zien. En abonneer op mijn kanaal. Daar zou ik me echt heel erg blij mee maken. En dan zeg ik tot de volgende video. Doei doei. Oh, even meer mijn voeten laten doorbloeden. Goh.